De dames van het Rabo Lift Giant team warmen zich op voor de WK ploegentijdrit. Volgens ploegleider Koos Moerenhout zijn ze klaar voor de strijd. Supersterke ploeg, goed aan elkaar gewaagd. De laatste grote ploegentijdrit dateert inmiddels vooral van een maand geleden in Zweden. Een wereldbekerwedstrijd waren we tweede. Daar bleek uit dat we het gat naar de absolute favoriet. Een groot stuk hadden gedicht. Specialized Lululemon is de favoriet, maar wij verwachten daar toch niet heel ver vandaan te zitten. En wie weet met een goede dag dat je hele mooie dingen kunt laten zien. Vol goede moed dus naar Florence, op jacht naar de regenboog. Bij binnenkomst zetten Talita, Paulien, Lucinda, Roxanne, Annemiek en Marianne de snelste tijd neer. De dames zijn kapot en hijgen uit. Orica bijt zich intussen stuk op de snelle tijd en laat 22 seconden liggen. Alleen Specialized Lululemon is sneller. De Rabo-dames pakken dus zilver. Hoe ging het? Dit is een ploegentijdrit. Als je technisch kijkt, ging het gewoon vrijwel perfect. En dat is ook eigenlijk wat we het hele jaar eigenlijk op hebben getraind. Het gaat om de kleine verschillen. En ja, ik denk dat we heel tevreden zijn met de tweede plek. Topteam dit. Trots op deze prestatie? Ontzettend trots ben ik in ieder geval. Nee? Ja, een beetje maag. Nee, ja. Ja, ik denk dat we het beste eruit hebben gehaald dat erin zat. En dan kun je altijd tevreden terugkijken, ja. Nou, hartstikke mooi. Hoe ging het onderweg? Ja, je gaat 5 keer dood. 5 maar? En je komt er 6 keer bovenop meestal. Nee, het voelt gewoon echt onderweg niet goed. Maar meestal is dat wel een teken dat het goed gaat. Nou, ik zou eerlijk zijn, ik ben vanochtend wakker en heb ik eigenlijk al mijn tijd. En ik denk, oh shit, vandaag de ploegentijdrit. Dan word ik niet lekker wakker hoor. Maar ik vind het het mooiste onderdeel wat er is. Al secondo posto vincitrice della medaglia d'argento, Rabo Women's dall'Olanda. Ja, dat is natuurlijk heel mooi als je lang naar zo'n kampioenschap toewerkt. En het is ook echt leuk om dit als een team te kunnen doen. En uiteindelijk was dit het maximaal haalbare. Ja, het is afzien, maar wel ontzettend mooi. En het geeft ook veel voldoening als je dan met z'n allen met die medaille om je nek staat op het podium. Ik heb jullie eigenlijk zelden zo kapot gezien. Ja, nou, de finale was wel een stuk waar wij tijd konden goedmaken op andere teams. En blijkbaar hebben we dat ook gedaan op Orica Greenwich op het einde. Zijn we nog van de derde plaats naar de tweede gegaan in Florence zelf, in het technische gedeelte. Nou ja, daar moet je dus wel alles geven en je gaat sowieso helemaal kapot. Je wil alle energie die je in je hebt, die wil je in zo'n tijdrit stoppen. Nou, dat hebben we gedaan.